De afgelopen jaren is 99% van de vuursalamanders in het Bunderbos uitgestorven. Dat komt door een Aziatische schimmel die in de natuur terecht is gekomen. Als vuursalamanders deze schimmel krijgen, gaan ze dood. De vuursalamanders die het al zo moeilijk hebben om te ontkomen aan die schimmel, die hebben nu ook heel erg veel last van water. Wat goed is om te weten is, de vuursalamander is echt een typische landsalamander, maar die heeft wel water nodig voor zijn voortplanting. Hij zet direct larfjes af in water. En daar gaat het nu mis, want door de hevige regenval van de afgelopen jaren worden de kabbelende beekjes in het Bunderbos zowat een rivier. Ik sta nu eigenlijk in de grond. Hè. Boven mij zou eigenlijk het voetpad moeten zijn. En omdat er zoveel water naar beneden komt, spoelt dit weg. Dit is vooral natuurlijk vervelend voor mensen die hier willen wandelen, dat het pad weg is. Maar voor de vuursalamander is het vooral heel vervelend dat alle water via deze geul eigenlijk als één grote rivier in die bronbeek komt. En met al die kracht dus een heleboel rommel meeneemt. Stoeptegels, stoepbandjes, noem maar op, grind, zand, puin. Dat stroomt hier allemaal samen naar beneden en komt helaas dus in een van de belangrijkste voortplantingsbeekjes voor de vuursalamander. Ondanks die schimmelziekte zijn er nog een aantal dieren. Die moeten moeite doen om elkaar te vinden. Hè. Je hebt een mannetje en een vrouwtje nodig en het zijn er nog maar heel weinig. Dus die twee vinden elkaar en dan zijn we al heel blij dat ze gaan paren. Dat ze ook hun larfjes afzetten. En dan zou je denken, mooi nieuws. Want jongen betekent dat we gaan kunnen vooruitkijken naar een volgende generatie. Maar ja, als je jaar op jaar hebt dat die volgende generatie niet overleeft. En je hebt al zo weinig vuursalamanders, dan zijn wij ons wel op dit moment heel erg zorgen aan het maken over de toekomst van dit diertje. Daarom moeten er maatregelen genomen worden. Provincie Limburg, Waterschap Limburg en de gemeente Meersen tekenden een aantal jaar geleden een overeenkomst. Het doel hiervan is om water vast te houden op hoger gelegen percelen, voorkomen dat water afstroomt en water dat wel afstroomt af te remmen en sediment op te vangen. Daarnaast brengt Lamrik samen met vrijwilligers de dieren naar een plek waar ze wel veilig zijn. Er zijn een aantal dieren van de beek hier ingezet. En helaas, dit jaar is het zo heftig geweest dat het gewoon over de volledige breedte van waar we nu staan. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar je zou hier echt in een rivier hebben gestaan. Toen we hier stonden te kijken en we zagen dat het vol zat met zand. Ja, dat doet wel echt een hoop met je. Dan denk je toch wel even van, dat werk is allemaal voor niks geweest. De tranen springen je haast in de ogen. Je hebt al die beestjes gevangen natuurlijk. Je hebt ze gezien en je hoopt dat je ze een betere toekomst geeft. En het is hier op deze plek dus helaas niet gelukt. Gelukkig zijn ze ook naar andere plekken gebracht. Het is wel een beetje risicospreiding natuurlijk. Maar het is gewoon heel spijtig dat het zo gebeurd is. Het zou gewoon ontzettend zonde zijn als we in Nederland gewoon een soort laten uitsterven. Dan kun je eigenlijk ook niet verantwoorden dat we er gewoon naar staan te kijken en een dier laten uitsterven. Dus wat dat betreft denk ik dat we gewoon alles uit de kast moeten trekken om in ieder geval ons best te doen de vuursalamander hier in Nederland te houden. Ja, alles goed.